en meisjes, we gaan een leuk kort filmpje maken zodat je thuis toch kunt oefenen, omdat het helaas geen judoles is nu. Doe het gezellig met een vriendje of met je knuffel, Jop de Varkenskop. En we beginnen natuurlijk eerst met het groeten. Zorg wel dat je je judopakje aan hebt. Ree! Goed gedaan, Jop. We gaan zo meteen beginnen met een reactiespelletje. Ik ga zo meteen rennen. Ik zeg een oefening en die doe ik dan meteen voor. Dan kan je dat thuis ook lekker mee doen. Let op. En buik. Rug. Buik. Knieën. Lopers. Zitten. Rug. Buik. Je kunt ook vragen aan papa of mama of die willen zeggen van buik, rug. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen papa, mama, doe jij het? Dan zeg ik de woordjes. Ja, succes met de oefening. De volgende oefening is een banaantje. Het belangrijkste is dat je goed naar je buik kijkt. Je trekt je benen op en dan gaan we rollen. 1, 2. En bij 3 strek je de benen en de armen recht als een plank. Mocht dit nou niet alleen lukken, dan vraag je papa en mama om mee te helpen. Pakken ze jou zo vast en dan doen we het volgende. 1, 2 en bij 3 doe je het samen. Dus je kunt altijd papa en mama vragen om mee te helpen, mocht dit niet alleen lukken. Veel succes met de oefening. Let op, we hebben ook een timer aan. Dan gaan we zijwaarts timen en let op, je mag niet helemaal omvallen. Pas bij de derde tel. Let op. 1, 2 en bij 3 timeren we door. En de armen en been hou je helemaal gestrekt. Kan je ook de andere kant op doen. Let op, dus de kant waar je begint. 1, 2, hou tegen, val niet om en nu ga je door. Mocht het ook niet alleen lukken, pak je papa en mama mee te helpen. Of je pakt je knuffeltje, doe het samen met je knuffeltje. Let op, hè. 1, 2 en dan ga je samen. Hoppakee. En dan kan je ook de andere kant op. Let op, hè. 1, 2 en 3. Hoppa. Nu gaan we iets met een vriendje doen of met onze knuffel. We gaan samenwerken. Ik pak Job de Varkenskop en leg hem op zijn buik. Nu ga ik proberen om op zijn rug te krijgen. En dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Ja, en nou heb ik hem. En nu gaan we het omdraaien. Nu ga ik op mijn buik liggen. En dan gaat Job mij proberen om te draaien. Dan gaat hij. Ja, en het is hem gelukt. Super, zo kan je een paar keer blijven oefenen. Kijken of je iemand goed om kunt. Kantelen. Succes! Zo meteen gaan we proberen elkaar uit balans te brengen. Let op. Ik kan mijn knieën. Beetje gelijke hoogte natuurlijk. En we gaan kijken of we elkaar uit balans. En degene die als eerste op zijn rug ligt, die wordt in de houtgreep gepakt. En dan proberen we 10 tellen vast te houden. En na die 10 tellen ga je weer terug. En dan ga je het nog een keertje proberen. Kijken wie van nou het sterkst is. Zo! Heeft hij bij je de houtgreep? Kan ik erom gaan? Die job is veel te sterk. Wow, oké. Dit was de laatste oefening. Let op, zorg voor veiligheid. Doe het voorzichtig. Zorg dat je voldoende ruimte hebt. Misschien vinden papa en mama het ook wel leuk om mee te doen. En we gaan wel netjes op het einde van de les gaan we afgroeten. Let op. Ree. Wil je wel plezier?